Rafa, kun jij iets zeggen over hoe jij speelde de tweede helft? Hoe bedoel je? Nou ja, dat vraag ik aan jou. Nou, we speelden iets anders, hè. Iets anders systeem. Hè. Een beetje twee diepgaande middenveld met Wesley en mij rechts en links achter Ruud eigenlijk. Ja, het neigde vond ik een beetje naar Van der Vaart in een controlerende rol, maar dat was het niet? Nee, het was een beetje afwisselend. Het was, ik vond het vandaag paste dit even wat beter in het systeem en daar hadden we wat meer problemen mee als dat, wat we in de eerste helft speelden. Ja, want ik vraag het of Van Basten die dupt volgens mij nog een beetje hoe hij dat gaat invullen. Of met de Zeeuw, met Engelaar of misschien met Sneijder erachter. Dat er in de aanloop naar het WK 2006 was een reële optie dat jij er zou gaan spelen tot aan je blessure. Ja, nou goed, ik kan daar spelen. Ik bedoel, ik ben verdediger natuurlijk niet de beste, maar het is op zich een prima positie. We moeten ook niet meteen, we hebben in het andere systeem ook goed gespeeld en het is een beetje afwachten. Het ligt ook een beetje aan de tegenstander hoe die speelt natuurlijk. Maar is het wel iets waar je zegt, ja, dat zou ik wel willen? Nee, ik vind het prima. Ik bedoel, zolang ik speel ben ik natuurlijk blij. Ja, maar toch liever op de 10? Ja, nee, dat is je favoriete positie. Linkshalf en op 10, dat zijn je favoriete posities. Ja, het is nu de laatste oefenwedstrijd. Hè. Het gaat nu echt beginnen. Zeg het maar, hoe staat het ervoor? Nou ja, ik denk dat je er goed ervoor staat. Je hebt veel getraind, veel wedstrijden gespeeld. En, van ons kan het beginnen. Ik bedoel, voorbereiding, het duurt maar. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om die wedstrijd. Ja, wat vind jij van dit soort wedstrijden tegen een ploeg als Wales? Heeft het wel zin om daar tegen te oefenen? Nou ja, het is altijd lekker als je gewoon een lekker potje speelt en een beetje vertrouwen in elkaar krijgt. En dan is elke wedstrijd goed. En we hebben vandaag goed afgesloten. Met fases dat het wat minder was, de fases dat het goed was. Ja, ik denk dat je er niet zoveel vast moet houden aan zo'n wedstrijd. Het is het belangrijkste dat we allemaal fit zijn gebleven. Van de drie tegenstanders is dit denk ik wel de zwakste. De ploeg ook die met een totaal andere insteek dan jullie in zo'n wedstrijd staat. Het lijkt me heel moeilijk om dat een beetje goed in te vullen. Ja, maar wij willen gewoon winnen en het publiek wat bieden en een paar mooie acties er tussendoor. En dat is wel redelijk gelukt, denk ik. Nou, het is nog een weekje, daar gaat het beginnen. Wat moet er nou volgens jou nog gebeuren om het echt allemaal 100% te maken? Nou ja, ik denk dat we zo langzamerhand een beetje 100% zijn moeten. Maar ja, goed, het hangt altijd samen met resultaten. En als je resultaat boekt op het EK, dan is iedereen tevreden. En dan volgende week naar Italië Van der Vaart op 10, of? We zien het wel.